Het is 20 februari, dit is Flevoland. Lichtbakens bij een nieuwe landingsbaan. Burgemeester Van der Werf stopt. En Flevoland loopt voorop met robotmelken. Goedenavond. De bouw van het vernieuwde Lelystad Airport heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Of eigenlijk een lichtpaal. Het asfalt voor de nieuwe landingsbaan is er nu. En dat betekent dat ook de lichtbakens geplaatst worden die de piloten straks begeleiden. Nou, van boven uit de lucht zie je eigenlijk in een glijpatroon naar de baan toe. Dus de achterste barrettes worden veel hoger dan deze. Je ziet er een verlopend patroon in. En daar komen allemaal lampen op te staan. En als het 's avonds donker is, kunnen ze de start- en landingsbaan niet vinden. Als al deze lampen branden, hebben ze een grote verlichte pijl naar het begin van de start- en landingsbaan. Dus zo ziet een piloot dat straks, als een grote verlichte pijl vanuit de lucht. 900 meter lang. En dan aan beide kanten van de start- en landingsbaan. De lampen moeten er nog opgeplaatst worden en dat gaat waarschijnlijk in de zomer gebeuren. Dan wordt ook alles getest. Nu is het vliegveld druk met het plaatsen van deze bakens, gemaakt van kunststof. Kunststof vanwege de schade. Vliegtuigen moeten, als ze in problemen komen, aan het begin van het einde van de baan, kunnen landen of kunnen doorstarten. En dan moeten ze geen obstakels hebben van ijzer of van beton, want dan gaat het vliegtuig kapot. Deze constructies klappen automatisch achterover en breken af, zodat een vliegtuig bijna geen schade ondervindt als hij per ongeluk een keer te vroeg landt of te laat stopt. Over 2 weken moet het plaatsen van deze constructies afgerond zijn. Het was en is een goede burgervader. Zo reageren politieke partijen op het vertrek van Auke van der Werf. Die stopt in oktober als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Dat heeft hij de gemeenteraad gisteravond laten weten. Van der Werf begon 8 jaar geleden als opvolger van Willem Ridder van Rappard. In december 2015 werd zijn ambtstermijn verlengd met 6 jaar. Maar die maakte de 65-jarige Van der Werf dus niet vol. Wat ik vooral anders wil, dat is dat ik af wil van die dwingelandij van de agenda en van de 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn. Tijd voor uzelf. Onder andere, en ja, weet je, ik voel me nog jong, ben nog lang niet uitgeblust, dus ik wil me ook op allerlei mogelijke manieren in blijven zetten voor de samenleving, maar niet meer onder de dwang van de agenda. Van der Werf wil wel het coalitieproces na de gemeenteraadsverkiezingen nog meemaken. Daarom zet hij in oktober pas een definitieve punt achter zijn burgemeesterschap. Ik wil graag het nieuwe college nog helpen bij de start. Ik heb dat natuurlijk vaker gedaan. Ik vind dat ook echt een taak van de burgemeester. Zorgen dat het nieuwe college goed in het zadel komt. En dan dat overdragen aan mijn opvolger. Politieke partijen in de gemeenteraad zijn verrast door het besluit, maar ze hebben ook begrip voor zijn keuze. Ik vind dat de burgemeester de Noordoostpolder op de kaart heeft gezet. Heeft hij wel zijn inspanningen voor verricht. Bijvoorbeeld alles rondom de aardappel, World Potato, het feit dat wij nu de eerste nieuwe aardappelland Koningshuis aanbieden. Het zijn maar kleine dingen, maar het geeft wel aan dat er nu aandacht is voor deze sector in Nederland. Het is wel een burgemeester geweest die veel onder de mensen is geweest. Natuurlijk is hij nog niet weg, dat zal ook tot oktober zo blijven. Maar hij heeft wel zijn gezicht laten zien in de Noordoostpolder. En ik denk ook wel dat hij ook ten aanzien van de raad een cohesie versterkend is geweest tussen de coalitiepartijen en de oppositiepartijen. Soms denk ik wel eens van nou, ik weet niet of de burgemeester de SP altijd wel zo leuk vindt in de raad. Maar ja, dat is dan zijn ding, hè? Daar moeten wij het allemaal weer mee doen. Maar als burgervader, ja goed. Daar is iedereen het over eens. Als er iets met de inwoners was, dan was hij daar. En dan was hij daar op een goede manier aanwezig. Dus prima. Ja. Wortels, uien, rundvlees, appels, peren, zelfs zilveruitjes. Er wordt nogal wat voedsel geproduceerd in Flevoland. Maar meestal weet je als consument helemaal niet dat het uit Flevoland komt. Nou, een groep Flevolandse ondernemers heeft zich verenigd in het Flevo Food Netwerk en wil dat gaan veranderen. Hugo Jongejan is een van hen, bestuurslid van het netwerk en hij is nu hier. Welkom. Ook Witlof Taylor. Dat klopt. Niet moeten we er wel natuurlijk ook bij zeggen. Ja, nou heb ik in de groentela van mijn koelkast heel wat liggen. Maar dat ligt daar inderdaad een beetje anoniem te wezen zonder etiketje of verpakking. Hoe komt dat nou eigenlijk dat ik niet weet waar de spullen die ik in mijn koelkast heb liggen vandaan komen?
Ja, dat heeft ook met de afzetorganisaties te maken en de supermarkt in dit geval. We moeten inwisselbaar zijn, dus de producten liggen vaak anoniem in de supermarkt. Dat dus klopt. Gewoon een eis van de supermarkt eigenlijk op het moment dat u ze witlofpennen aanbiedt, dan zeggen ze er mag geen naam op. Nou ja, het is een witlofkrop. Het is echt afhankelijk van de supermarkt. Oh, inderdaad. Excuus. Nee, dat geeft niet. Nee, het is echt afhankelijk van de supermarkt. Langzaam komt er wel steeds meer een vraag naar regionaal voedsel. En daar proberen wij op in te spelen. Ja, en waarom is dat eigenlijk belangrijk? Nou, mensen willen steeds meer weten waar hun product vandaan komt. Nou, Flevo Food is echt een netwerk voor bedrijven die voedsel gerelateerd. Dus dat is in ons geval een agrarische producent, maar ook in de retail of voedselverwerking. Om daar samenwerkingen op te zetten. En op die manier het Flevolandse product te promoten. En wie wordt daar dan beter van? De individuele ondernemer lijkt me daar niet heel veel nieuwe afzetmarkten mee aanboren. Nou ja, ik denk juist wel dat de ondernemers beter ervan worden. Want ik denk op het moment dat wij veel meer bij elkaar leren kijken in de keuken en dat we elkaar kennen, dat je veel betere samenwerking krijgt van de Flevolandse ondernemers. En op die manier probeer je schakels in de keten uit te schakelen. Als je rechtstreeks met elkaar zaken kan doen of handel kan drijven of van elkaar kan leren, ja, dan word je als ondernemer juist veel beter van. Maar dan hebben we het denk ik niet meer alleen over de afzetmarkt in Flevoland. Ook daarbuiten. Hè. Kijk, wij zetten bijvoorbeeld de witlof ook af internationaal af. Mm-hmm. Daar kunnen mensen ook van leren. Maar door het netwerken leer je van elkaar. En kunnen mensen ook kijken hoe wij het bijvoorbeeld doen. Maar ik kan ook kijken hoe andere kwekers of telers het doen. Ja. Zijn er al concrete ideeën waarvan je als consument echt kan merken, zoiets bijvoorbeeld als een streekmerk? Nou, daar zijn we mee bezig. Hè. Er komt een werkgroep streekmerk inderdaad. Daar proberen wij de lokale producten in te verwerken. Dat er een streekmerk komt, dat er echt een Flevolands merk komt. Ja, en dat proberen we dan te zijn de tijd in de markt te zetten. En het allermooiste zou zijn natuurlijk, hè, we hebben ook een werkgroep Floriade, dat tijdens de Floriade juist Flevolands voedsel te verkrijgen is. Precies, ja, over een paar jaar in Almere. Dat zou dan echt een plek kunnen zijn waar het Flevo Food Netwerk dat Flevolandse streekproduct kan uitventen. Dat zou wel een van onze doelen zijn, zeker. Ja. Ja. En dan een soort van uitsluitend Flevolandse producten daar? Is dat wat u dan het liefste ziet? Ja, als je mag kiezen wel. Ja, uiteraard. Ja. Het is denk ik wel een lastige materie. Want er zijn best wel wat initiatieven al op dit vlak. Als je bijvoorbeeld als consument heel bewust voor Flevolandse producten wil kiezen, dan is er een app waar je gebruik van kan maken, puur dichtbij. En dan is er een afhaalpunt waar je Flevolandse producten kan halen. De Hofwebwinkel vanuit Dronten is actief met niet uitsluitend Flevolandse producten, maar wel heel veel. Is er dan wel behoefte aan een Flevo Food netwerk wat meer van hetzelfde gaat doen? Nou, we gaan niet meer van hetzelfde doen. We zijn niet een puur dichtbij. We zijn ook niet een Hofweb. Maar wat is het verschil dan? Nou, het is meer een overkoepelend eigenlijk. Kijk, omdat je producenten en ook verwerking, dat je die meer samenbrengt. Hè. Je hebt een unieke samenwerking van bedrijven. En het is echt een netwerk. Kijk, we gaan niet een webwinkel opzetten. Wij gaan niet. We kunnen heel veel leren, denk ik, van de Hofweb. Maar daar kan de Lelystadse boer of puur dichtbij, ja, die kunnen ook van elkaar leren. En ja, wij proberen juist die partijen samen te brengen. Morgen de lancering. Wat gaat er gebeuren? Nou, hier om de hoek hebben wij de lancering. Daar gaan wij ons als bestuur zijnde presenteren en de vereniging. De website is vandaag online gegaan. Nou, we verwachten morgen rond de 120 gasten die zich aangemeld hebben. Daar zitten naast de producenten en de verwerking in de retail zit er ook wat lokale overheden bij. De provincie, dat is onze eerste lid. Die heeft ons de afgelopen jaren daarin veel ondersteund. Nou, we hebben een tweetal sprekers. We hebben een restaurant uit Emmeloord, Le Mirage, die vertellen veel, want die werken veel met lokale producten. Ja. En we hebben Edwin Vels als retail specialist die ons de weg richting de supermarkt heel goed kan uitleggen. En vanaf dat moment gaan wij er als consument waarschijnlijk ook veel meer van merken na die lancering. Laten we het hopen. Ja. Hugo Jongejan, hartelijk dank voor uw komst. U ook bedankt. En straks kijken we door de ogen van een fotograaf naar Lelystad. Vroeger zei ik altijd van, ik wil straatfotografie doen, ik ga naar Amsterdam, want het is lekker druk. En nu zie ik meer van, als je het lokaal doet, dan kan je nog meer bereiken. De renovatie van de Nijkerkerbrug in Zeewolde is in volle gang. De brug die Zeewolde met Gelderland verbindt, is verouderd en moet verstevigd worden. Het hele project gaat een jaar duren.
Als je over de brug rijdt, zie je amper iets van de renovatie. Toch wordt er met 40 man onder de brug gewerkt. Er moeten ruim 10.000 gaten worden geboord en er is 90 kuub beton nodig voor de renovatie. We zijn momenteel de brug aan het versterken. De liggers zijn we aan het versterken. Zoals je ziet zijn we kunststof lamellen aan het aanbrengen onderaan de brug. Op die manier kunnen we de tonnagebeperking die er nu op zit van 50 ton kunnen we eraf halen. Zodat we weer met 60 ton over de brug heen kunnen rijden en dat de brug weer voor 30 jaar mee kan. Dat is een flinke klus, want het is een hele lange brug. Het is absoluut een hele lange brug. Hij is meer dan 200 meter lang. Daar zijn we ook al best wel een hele poos mee bezig. We zijn al sinds september vanaf onderaf de brug zijn we bezig om zo de hinder voor de omgeving zo minimaal mogelijk te houden. De brug is zo'n 50 jaar oud en moet verstevigd worden. Toen de brug in de jaren 60 werd gebouwd, reed er minder verkeer over en waren deze voertuigen stukken lichter. De staat van de brug is in principe veilig. Dat betekent dat we veilig van de ene naar de andere kant kunnen momenteel. En je ziet ook nu dat al het verkeer gewoon netjes op een normale manier eroverheen kan. En dat blijft ook zo. We maken hem alleen nog sterker en nog weer duurzamer dat hij voor de komende 30 jaar weer goed mee kan. Er wordt nu vooral gewerkt aan de onderkant van de brug. Het verkeer kan gewoon door blijven rijden. Maar ook dat gaat niet altijd zo door. We zullen inderdaad vooral vanaf de onderkant werken. Maar we zullen 4 weekenden en 2 reserveweekenden zal de brug dicht zijn. Wat zou betekenen dat op dat moment het vrachtverkeer en het autoverkeer een andere route zou moeten kiezen. Dus of over Harderwijk of over de Stichtse brug. Voor de fietsers en voetgangers wordt dan een pontje geregeld. De renovatie van de brug moet in september afgerond zijn. Flevolandse boeren lopen voorop met robotmelken. Ruim 1 op de 3 melkveehouders hier melkt met een robot. Landelijk ligt dat lager. De 130 koeien van Mark Scholman uit Dronten worden al jaren automatisch gemolken. Voor ons is het voordeel dat onze dagindeling is behoorlijk gewijzigd. Wij zitten niet meer in het ijzeren regime van 7 dagen in de week 2 keer per dag melken op vaste tijden. Dat is voor ons het grote voordeel. Als er een keer een barbecue is, kunnen wij ook blijven zitten. De koeien worden naar de robot gelokt door het krachtvoer dat ze daar krijgen. Alles gaat volledig automatisch. Alle koeien kunnen vrijwillig, kunnen zelf komen wanneer het hun past. Zeg maar tussen 2 en 4 keer per dag. Dus koeien die veel melk geven, die kunnen soms al 4 keer per dag gemolken worden. En koeien die wat minder geven, die komen maar 2 keer. Scholman was een van de eerste boeren die een melkrobot kocht. Een laser zoekt de spenen van de koe. Daarna worden de bekers bevestigd en de koe gemolken. Onze eerste melkrobot hadden we in 2001. En dat was toen nog best een spannende keus, die melkrobot. Want toen molken nog maar heel weinig boeren met een melkrobot. Er waren ook nog maar een paar merken. En dat was allemaal nog erg in ontwikkeling. Maar wij zagen er wel toekomst in, dus we zijn er toch mee begonnen. En in het begin was dat ook best wel eens lastig. Maar uiteindelijk zijn de systemen zo verbeterd dat het nu naar volle tevredenheid is. Nu stappen steeds meer melkveehouders over op de robot, ook omdat traditioneel melken meer personeel vraagt en dat is moeilijk te vinden. Dat wordt steeds lastiger, de arbeidsmarkt trekt aan en de arbeid wordt duurder en goede mensen worden schaarser. Er zijn steeds minder mensen werkzaam in de landbouw, dus dat is toch wel een probleem. De robot is dan een uitkomst, maar vergt wel een investering van rond de ton. Dat verdien je volgens Mark wel gedeeltelijk terug. Nou, je hebt iets een besparing op de bouwkosten, want een melkrobot neemt minder ruimte in als een melkstal. En er zijn nogal wat gezondheidsdingen die vooruit gaan. Want die robot die detecteert ook allerlei gezondheidskenmerken, temperatuur, geleidbaarheid van de melk. En die spoort die dingen vaak veel sneller op als dat wij dat zelf kunnen. En we zien ook dat de productie per dag wat stijgt. Hij is er klaar mee, geloof ik. Ja. En zo meteen zie je de Olympisch kampioen op de 500 meter van Sochi, die gisteravond op een heel ander toneel moest optreden. Ik zei net heel erg sarcastisch boven op het podium. Jongens, geloof me, dit is net als Medal Plaza. Gefeliciteerd, jongen. Fantastisch. Vandaag de tweede aflevering in onze serie over de creatieve broedplaats Het Lab in Lelystad. De 21-jarige Wesley van Zutphen studeert fotografie en in Het Lab heeft hij zijn eigen donkere kamer. Elke stad is zichzelf. Lelystad is misschien de mooiste. Heeft ook wel punten dat je zegt, ja, dat zou beter kunnen. Maar ja, ik zie nu meer lelijk is mooi, zeg maar. Ik vind juist daar
ik fotografeer vaak dingen waar mensen snel voorbij lopen. Dat wil ik juist uitlichten met mijn werk. Dus Lelystad vind ik daar een ideale plek voor. Ik maakte op een dag een foto en toen ging ik verder kijken van wat is er nog meer te halen in deze foto. Iets naar links, iets naar rechts. Begon echt naar de compositie te kijken. En toen merkte ik dat er een interesse was in het beeld. En toen ben ik gewoon de opleiding gaan doen. Want ik wist dat het juiste was. Ik ben nu heel erg bezig met rust en leegte. Te denken aan lege stranden of de stad die leeg is. Om zelf rust te vinden los van de drukte van de maatschappij. Elke dag draait het om presteren, je moet het beste zijn. En dat is niet alleen maar voor mijn gevoel dan op werk, maar eigenlijk met alles. Alles dat je doet, streven mensen naar om het zo goed mogelijk te doen. En dat is natuurlijk heel goed om steeds het beste te zijn. Maar dat geeft je ook heel veel, of mij in ieder geval, heel veel druk erachter. Dus ik vind het heel fijn om dan rust te zoeken. En dat, vooral in de natuur vind ik die rust. Daarnaast heb je ook nog een sociale druk. Vriendschappen, social media speelt ook een hele grote rol in, ben ik van mening. Vooral heel veel druk van hoe laat je jezelf zien aan de wereld. En juist social media speelt daar een grote rol in. Dat je constant bezig bent van, wil ik dat ze me zo zien of zo, of hoe laat ik mezelf zien. Je werkt analoog, hè? Op de ouderwetse manier met fotorolletjes. Ja. Die ontwikkel je. Ja. Wat is daar zo fijn aan? Het fijne daaraan vind ik dat je iets tastbaars hebt uiteindelijk. Je bent druk bezig met iets, met foto's maken. Je probeert het zo goed mogelijk te doen. En je hebt ook maar één kans nu natuurlijk. Dan kan je wel 5 keer dezelfde foto maken zoals je digitaal doet, maar dat is gewoon heel duur. Dus je kijkt eigenlijk al voordat je de foto maakt. En dat is het belangrijkste wat ik van analoog heb geleerd is, je kijkt eerst naar het beeld met je ogen en dan pak je pas je camera. Dus nu, je traint eigenlijk je ogen daarop. Dus daardoor als ik nu over straat loop, zie ik eigenlijk de hele tijd ook, heb ik geen camera bij me, foto's voorbij komen die ik kan maken. Wat biedt het lab mij? Ja, sowieso een plek om te werken, maar ook wel echt een broedplaats. Ik zit hier met z'n allen. En ik ben wel een van de jongste leden dan. Maar alsnog, we denken allemaal wel hetzelfde. We staan voor iets en allemaal mensen die ook daarvoor staan, die komen hierheen. Dus je zit eigenlijk allemaal met mensen die hetzelfde denken. En dan niet in de saaie zin, maar we zien de wereld allemaal vrijwel hetzelfde. Dus dat is gewoon heel fijn om een plek te hebben waar je begrepen wordt eigenlijk. Vroeger zei ik altijd van, ik wil straatfotografie doen, ik ga naar Amsterdam, want het is lekker druk. En nu zie ik meer van, als je het lokaal doet, dan kan je nog meer bereiken. Ik ken Lelystad al, niks verbaast me meer, zeg maar. Dus nu kan ik er gewoon echt met een rustig oog naar kijken. Wil je naar de kunstacademie? Laten we kunstenaar worden. Hoe en wat ik precies wil doen, weet ik nog niet precies. Ik wil wel wat breder gaan studeren dan alleen fotografie. Al blijft fotografie altijd wel mijn passie. Ja, hoe ik dat later zie, weet ik nog niet. Ik weet alleen dat dat mijn droom is. En elke dag ben ik bezig om dat te realiseren eigenlijk. En ze doen meer bij het lab in Lelystad. Morgen kijken we bijvoorbeeld mee bij een tai chi les. Het contrast kan bijna niet groter. Schaatser Michel Mulder uit Zwolle won 4 jaar geleden Olympisch goud op de 500 meter. Dit jaar plaatste hij zich niet voor de Spelen en kon dus ook zijn titel gisteren niet verdedigen. Maar hij won wel wat gisteravond. Het NK Korte Baan op Flevol Nice bij Biddinghuizen. Een hele goede middag. Ja, het loopt al tegen de avond. Een hele goede avond. Hier op deze geweldige mooie ijspiste van Flevol Nice. Mulder schaatste onder hele andere omstandigheden gisteravond de 160 meter in Flevoland. Zijn broer Ronald kwam wel in actie tijdens de Olympische Spelen van Pyeongchang. Maar dat liep niet zoals gehoopt. Geen Wilhelmus dus voor Ronald, maar wel voor Michel. Ja.
zei het net heel erg sarcastisch boven op het podium. Jongens, geloof me, dit is net als Medal Plaza. Het is een wedstrijd op tijd. Twee ritten worden gereden, de tijd wordt opgeteld en dan vallen er een aantal deelnemers af. En dit is het lot van niet naar de Spelen gaan. Ik heb verder geen wedstrijden meer dit jaar en ik wil gewoon graag het seizoen goed afsluiten en schaatsend doortrainen. En dit is een onderdeel daarvan en nou moet ik zeggen dat het ijs is niet heel erg goed, dus dan wordt het wel ietsje lastiger van. En vind ik het ook wel weer moeilijk om me hiervoor op te laden, maar als ik er dan eenmaal ben, dan doe ik altijd weer even mijn best. En deze beide heren zijn ook zeer goed getroffen. Maar doet het dan niet erg pijn inderdaad, dat contrast, voor weinig publiek, koud, noem maar op. Ja, dat hoort wel een beetje bij korte baan, dat is de charme ervan. Dus op zich vind ik dat niet zo erg en vind ik het eigenlijk een hele leuke discipline, want het is iets wat ik kan, dat is rechtdoor rijden en heel hard starten. Dus in dat opzicht vind ik het niet zo erg, alleen wat ik zeg, het is de 500 meter wat vandaag ook uitgerekend gereden werd. En dan is het wel een heel groot verschil, alleen daar stel je ook wel op in en ik moet daar niet te veel bij stilstaan ook. Dat heeft ook helemaal geen zin. Gefeliciteerd jongen, fantastisch. Ja, het is misschien niet het gedroomde podium, maar toch een medaille. Dit was Flevoland voor vandaag. Er zit een koude periode aan te komen. Zometeen aandacht daarvoor in het weer met Robert de Vries. Een fijne avond, heel graag tot morgen.